Maar eerst, volgens Amerikaanse deskundigen is het roven en verhandelen van kunstschatten een van de belangrijkste inkomstenbronnen van IS. Per jaar zou er $100 miljoen aan worden verdiend. Om wat voor kunstschatten gaat het? En komen die voorwerpen ook op de Europese markt terecht? Daar praat ik over met Vincent Geerling van kunstschool Archea. Hij is ook handelaar in voorwerpen van de oudheid. En met meneer Theo de Feijter. Hij is archeoloog, gids in Syrië. Ook kunstenaar, geloof ik, hè, meneer de Feijter? Ja, klopt. Alles in één. Dat is een hele mooie combinatie ook. We beginnen met meneer Geerling. Want meneer Geerling, er staan hier een paar voorwerpen op tafel. We hadden u gevraagd die mee te nemen. Ik had gedacht dat dat reusachtige voorwerpen waren. Het zijn hele kleine mini-voorwerpjes bijna. Kunt u zeggen wat het is, wat het voorstelt? Het glazen flesje is een flesje, een Romeins glazen flesje. Ongeveer 2e, 3e eeuw na Christus. Uit het oostelijk Middellandse zeegebied. Dat zou ooit uit Libanon gekomen kunnen zijn. Maar het zou ook uit Syrië gekomen kunnen zijn. Daarom heb ik het meegebracht. En dat kun je voor €250 kopen. €250. Het middelste ziet u een heel klein rolzegeltje. Het witte deeltje daarbij is de moderne afdruk van wat dat rolzegeltje, wat daarop staat. Dat is een Akkadisch rolzegel. Dat is ongeveer 2500 voor Christus, 2300 voor Christus. Ja. En dat komt uit Mesopotamië. En Mesopotamië is het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Dat zou uit Irak gekomen kunnen zijn ooit, of ook uit Syrië. Ja. Deze rolzegel komt uit een verzameling, de verzameling Baccaroni, die in 1988 in Cannes is geveild. Want zou dit nu direct uit Syrië komen, dan is het verboden om daarin te handelen. En dat vindt u ook terecht? Dat vind ik terecht. Dat doe ik dan ook niet. U weet zeker dat dit geen, wat hier staat, geen geroofde kunst is? Ik weet zeker dat dat rolzegel uit die collectie Baccaroni komt die in 1988 in Cannes geveild is. En het laatste ding wat we daar zien is een zogenaamd idool, een Hama-idool. Dat komt zeker uit Syrië. Dat kun je zien en dat kan de meneer Feijter ook bevestigen, want die is archeoloog, die weet er nog veel meer van misschien dan ik. Begin 2e millennium voor Christus. En dat komt uit een verzameling van een verzamelaar die in 2002 is overleden. En daardoor weet ik zeker dat dat niet recent uit Syrië gekomen is. Ja, nou, meneer de Feijter, u kijkt er inderdaad met een ernstige blik naar. U schijnt er misschien nog meer van te weten dan meneer Geerling. Nou, dat is heel knap, want die weet al veel. Wat vindt u als u dit ziet? Denkt u dit is in ieder geval zeker geen geroofde kunst? Dat weet je eigenlijk nooit zeker. Toch niet? Bijna weet je dat nooit zeker, want de provenance, de herkomstgeschiedenis van voorwerpen in de kunsthandel, die leidt nooit terug naar de vindplaats. Dus dat weet je niet. De regering mag dat niet zo stellig stellen? Nou, hij zegt het ook niet. Hij zegt dat bijvoorbeeld het rolzegel uit de verzameling Baccaroni komt, die in 82 is geveild. En dat is natuurlijk ook de herkomstgeschiedenis dan. Ja. Maar je weet niet zeker. Dus ik zeg helemaal niet dat ze geroofd zijn, hoor. Nee. Maar je weet niet, de herkomstgeschiedenis gaat nooit terug naar de vindplaats. Dus het zou kunnen dat het ooit natuurlijk geroofd is. Meneer Geerling, dat moeten we er wel aan toevoegen. Het zou ooit geroofd kunnen zijn. Ja, dat geroofd vind ik een groot woord. Zo'n rolzegel wordt in vele gevallen daar na een zware regenbui door een boer op het land gevonden. Ja. En die steekt het dan in zijn zak in de hoop dat hij daar wat geld voor kan maken. En dat is wat anders dan roven. Ja, ik wil hier toch graag even in detail op doorgaan, meneer de Feijter. Want het gaat hier toch wel om een groot woord. Hè? Roven, als ik het zo hoor van meneer Geerling, denk je nou, roven inderdaad, pas een beetje op met het woord. Als het waar is wat hij zegt. Ja, meneer Geerling geeft een heel onschuldig voorbeeld. En dat zal ook zeker op die manier gebeurd zijn. Maar heel vaak gebeurt het ook anders. Namelijk dat het wel degelijk geroofd is. En dat bijvoorbeeld, dat gebeurde voor de opstand ook al, hoor. Trouwens, dat dorpelingen iets willen bijverdienen en dan de nabijgelegen opgraving buiten het opgravingsseizoen plunderen, kan je toch wel zeggen. En soms ook op een heel systematische manier. Er is hoe dan ook in Syrië veel geplunderd en heel veel geroofd. We hebben een overzicht van gemaakt. Heel veel. Syrië kennen we nu vooral van het oorlogsgeweld en de strijd tegen IS. Maar tot 2011 was het een populaire vakantiebestemming. Steden als Damascus, Aleppo en Palmyra trokken busladingen toeristen. In totaal heeft Syrië ongeveer 4500 archeologische vindplaatsen uit de oudheid.
Volgens UNESCO zijn de belangrijkste sites inmiddels verwoest en zijn kunstschatten geroofd en verhandeld. In Palmyra werd bijvoorbeeld een vooraanstaande archeoloog onthoofd en werd een van de meest gezichtsbepalende bogen opgeblazen door IS-strijders. Apamea is volgens UNESCO het zwaarst beschadigd. Op satellietbeelden van voor en tijdens de strijd is te zien dat plunderaars stelselmatig de vindplaats hebben afgegraven op zoek naar kostbaarheden. Het is niet duidelijk wat er is buitgemaakt. Volgens de Syrische regering in Damascus zijn in ieder geval een aantal mozaïeken gestolen. Het is niet duidelijk, een aantal mozaïeken horen we, maar wat voor soort voorwerpen wordt er meestal geroofd? Ja, dat zijn eigenlijk alle mogelijke soorten voorwerpen. Dus inderdaad, mozaïeken. Dan heb je het over hele grote objecten van een aantal vierkante meters. Maar ook kleine zaken die je zo in je zak kunt steken. En het grootste probleem zijn natuurlijk die illegale opgravingen op de opgravingsplekken. Omdat die spullen niet zijn gecodeerd, die zijn niet geregistreerd. Weten ze precies wat ze moeten roven? Met andere woorden, zijn er ook echte deskundigen in dienst? Ja, helaas wel. Want in Syrië had je heel veel campagnes... internationale campagnes. En de arbeiders in die campagnes en de voormannen, gespecialiseerde arbeiders eigenlijk, dat zijn Syriërs. Ja. En die zijn natuurlijk ook onderlegd in het archeologisch bedrijf. Misschien theoretisch niet zo onderlegd, maar wel als praktische archeoloog zijn sommige. Die moeten voor IS werken en die weten ook precies wat ze willen niet mee. Nou ja, die werken. Ten eerste wil ik ze eigenlijk niet veel kwalijk nemen, want al hun inkomsten zijn weggevallen. Dus zij moeten ook hun gezinnen onderhouden natuurlijk. Ze worden er in die zin niet toe gedwongen. Ze moeten niet werken voor IS, maar IS heeft wel in Noord-Syrië een soort vergunningenstelsel ingesteld. Waarbij zij dus geld incasseren van de vergunningen die ze verlenen, maar ook van de opbrengst. Een vijfde tot een helft van de opbrengst gaat ook weer naar IS. Dus het is een hele lucratieve bezigheid. Een getal noemen wat Amerikaanse deskundigen hebben genoemd. Ja. En misschien van meneer Geerling ook interessant. Want ik heb hier de handel in kunstschatten van IS levert $100 miljoen per jaar op. Het zegt althans Amerikaanse deskundigen. Is dat een reële schatting? Of? Nee, het is volstrekte onzin. Waarom? Het probleem is dat er allerlei rare cijfers over de illegale markt circuleren. En niemand weet hoe groot de illegale markt is. Wij hebben, om eens te kijken hoe groot is de legale markt. Hè? Kunsthandelaren die zijn aangesloten bij de International Association of Dealers in Ancient Art, die zich dus aan allerlei strikte regels houden. De grote veilinghuizen enzovoort. We hebben een onderzoek gedaan in de westerse wereld, dus Europa en Noord-Amerika. Daarmee heb je het allergrootste deel van de markt. Ja. De legale markt is maximaal 150 tot 200 miljoen dollar per jaar. Ja. Dat kan alleen bereikt worden door Sotheby's, die hele dure catalogi maakt. Handelaren als ik, die op mooie kunstbeurzen, in mooie verlichte stands hun handel doen. Ja. En dan is het heel onwaarschijnlijk dat IS 100 miljoen verdient. Want de vraag is, wie koopt dat dan? Ja, misschien wel een vraag van meneer Feiter. Heeft u enig idee? Dat is heel moeilijk. Ik ben het overigens wel met de heer Geerling eens dat getal uit de lucht gegrepen is. Het gaat niet om. Er zijn nogal overspanningen, voorstellingen, denk ik. Wat en wie IS koopt het dan, eigenlijk, zegt hij ook? Inderdaad, zijn investeerders, handelaars waarschijnlijk. In Turkije, golfstaten ook, in Libanon. Er gaat veel naar. Dat zijn eigenlijk de landen waar het voornamelijk naartoe gaat. U bent van Heritage for Peace, hè, voor de duidelijkheid. Moet u precies zeggen wat die organisatie doet? Dat is een NGO die probeert heritage, erfgoed, professionals in Syrië in dit geval, maar ook in Irak, maar vooral Syrië op het ogenblik, te ondersteunen. En de handel in die oudheidkundige voorwerpen waar we over praten in het nabije Oosten. Zou die gestopt moeten worden? Volledig stilgelegd moeten worden? Natuurlijk zou die. Die zou stilgelegd moeten worden natuurlijk. Maar het probleem is een beetje dat de handel in Syrische voorwerpen die geroofd zijn na 2011, tijdens de opstand, die komen helemaal nog niet op de markt.
Nee. Dus het is goed dat het verboden is, maar het is in zekere zin ook een beetje prematuur. Want... Het is prematuur, maar het moet in ieder geval wel stilgelegd worden, laten we zeggen, als, in ieder geval als idee. Dat vindt u ook, of niet? Ja, interessant is natuurlijk, ik denk dat meneer gelijk heeft, dat ze niet op de markt komen. Wij zien ze niet, ze worden ons niet aangeboden. Wij hebben, maar zou je moeten uitspreken dat de handel stilgelegd moet worden? Nee, dat denk ik dat je... Dat hangt er vanaf wat je bedoelt met de handel. Hè? Er is trouwens een verbod in de EU. Sinds december 2013 is het verboden te handelen in objecten, cultuurobjecten uit Syrië. Tenzij je kunt aantonen dat ze voor maart 2011 al op de markt waren. Dus het verbod is er. En u bent het er ook mee eens dat het is en het blijft bestaan? Ik ben het er mee eens, omdat de vernielingen die daar worden aangericht zijn afschuwelijk. En dat moet je de kop indrukken. Hoe meer je gaat vertellen dat die dingen miljoenen waard zijn, hoe meer mensen daar beneden gaan graven. Wij zeggen die dingen zijn helemaal niets waard, want ze zijn gestolen. Er worden musea zijn bestolen. Op het moment dat zulk soort objecten op de markt komen, dan kunnen wij via het Art Loss Register, waar we onze zaken laten controleren, dat laten checken. En dan lopen ze meteen tegen de lamp. Dus is dit genoeg of niet? Is dit genoeg? Of denkt u dit verhaal? Als ik zo naar u kijk, daar geloof ik niks van. Nee, dat vind ik inderdaad niet genoeg. Want dat zijn de wegen die tot nu toe inderdaad bewandeld kunnen worden. Maar er wordt nauwelijks gehandhaafd. Het probleem is eigenlijk een onderliggend probleem dat er te weinig bewustzijn is van de waarde van deze voorwerpen. Het wordt altijd uitgedrukt in een materiële waarde. Dus daar hangt ook een prijskaartje aan. Maar het feit dat dit voorwerpen zijn uit een bepaalde cultuur, soms heel oud, dat die een context hebben, dat is de eigenlijke waarde van die voorwerpen. En dat is ook de moeite die ik dan dus heb met de kunsthandel. De context, de vindplaats, waar komt het eigenlijk vandaan? De omgeving van die cultuur, dat is eigenlijk verdwenen. Goed, mag ik u beiden danken voor dit gesprek, wat zeker nog een vervolg, denk ik, nodig heeft. Heren, hartelijk dank.